Hallo allemaal en welkom op het derde filmpje met een heerlijke kinderyogales. En wij zien er een beetje gek uit. Ja. Ja, want wij gaan vandaag naar het strand. Naar de zee. Omdat het niet echt lukt, gaan we dat gewoon lekker tijdens de kinderyoga doen. Oké, Matteo? Ja. Goed, en welkom bij de kinderyogales van Namaste Kids in samenwerking met het Huis van het Kind en Sporting A. Wij hebben een les voorbereid voor alle kinderen van de lagere school, maar natuurlijk de andere kinderen mogen meedoen. Want dat vinden we superleuk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja. Goed. Oké, we zetten de attributen eventjes af. En we beginnen met een heerlijke ontspanning. Dus Matteo, je mag gaan liggen op je rug. Kinderen mogen eventjes op hun rug gaan liggen. Wij liggen lekker op een strandlaken. En ik heb hier een instrumentje. Het is een klankschaal. Dus je mag gaan liggen, Matteo. En de kinderen thuis ook. En sluit je ogen. En dan word je helemaal ontspannen. Leg je maar lekker. En ontspan je ganse lichaam. Je voet, je benen, je rug, je buik, je armen en je hoofd. Je ogen zijn gesloten. En dan luister je en tel je in je hoofd hoeveel keer ik op de klankschaal tik. En dan beweeg je zachtjes met je tenen en met je handen, je vingers. Beweeg je hoofd van rechts naar links. Rek je eens helemaal uit. En dan mag je recht komen zitten. Oké, goed zo. Zo komen we eventjes toe op deze plek. Ja. Ben jij helemaal hier nu, in het hier en het nu? Ja. Oké, okay, en heb je ook geteld hoeveel keer ik op de klankschaal heb getikt? Ja. Hoeveel keer? Ik dacht persoonlijk 5. 5 keer, oké. Okay. Hebben jullie ook 5 keer geteld? Want dan is dat super knap. Goed, we zijn een beetje toegekomen. En dan beginnen we met onze heerlijke handdoek goed te leggen. Want we zijn op het strand, leg je maar goed, Matteo. De handdoek. En dan gaan wij op de handdoek een heerlijk liedje zingen om ons lichaam voor te bereiden en op te warmen op de yoga oefeningen. En het liedje heet Rek en Strek. Ben je okay. Klaar? Ja. Oké. Okay. Rek en strek, rek en strek, draai je om, draai je om. Dat doen we bij yoga, dat doen we bij yoga. Doe maar mee, namaste. Rek en strek, rek en strek, draai je om, draai je om. Dat doen we bij yoga, dat doen we bij yoga. Doe maar mee, namaste. Wat ook soms leuk is, om dat te doen, rug tegen rug. Met de zus of de broer of met een mama of een papa. Oké, klaar, ruggen lekker tegen elkaar. En dan geef je handen. Okay. Rek en strek, rek en strek. Draai je om, draai je om. Dat doen we bij yoga, dat doen we bij yoga. Doe maar mee, namaste. Heel goed, Matteo. Knap gedaan. Ben jij een beetje opgewarmd in je lichaam? Ja. Oké, okay, goed. En dan gaan we ons lichaam wakker maken door het een kleine massage te geven. Ja? Neem maar een beetje zonnecrème.
En dan gaan we onze hagelien smeren en onze armen opwrijven. Dan geef je jezelf een massage. Heel ontspannend. En de andere hand. Andere hand en arm. Oké. Dan strek je je benen uit. En dan smeer je je voeten in. Ik heb nog wel zo'n arm moeten we bij nemen. Hè? Die onderbenen. Onderbenen en de kuiten. De kant van je benen. Je knieën van boven en de knieholtes. En je bovenbenen, je billen opzij. En van achter smeren. Oké. Dan smeren we. Ik heb niet meer hoor. Onze buik in. Buik en de ribben. En de schouders. De zijkant van ons lichaam. Oké. En dan ons gezicht. Ons voorhoofd. Onze wangen. Neus. Brug van de neus, onder de neus, kin, slapen in de oren en dat doe ik van voor en van achter. En dan zal ik je keurig even zo, Matteo. Zo. De schouderbladen, tussen de schouderbladen en dan de middenrug en de onderkant van de rug. Dan mag je mama ook even insmeren. Zo. Schouderbladen. Tussen de schouderbladen. De middenrug en de onderrug. Heel knap. Zo. Goed zo. Dankjewel. Nu zijn we dus klaar voor, hè? Ja. Nu kunnen we zoveel in de zon liggen als we willen. Nu kunnen we zoveel in de zon liggen en spelen als we willen. En dan zien wij een heleboel diertjes. Maar we gaan eerst naar die diertjes moeten toezwemmen. Dus sta maar recht. Sta maar recht. We doen de hand ook even opzij. En we wandelen naar de zee. En we lopen naar de zee. En dan gaan we aan de kant staan. Jij mag daar wel staan. Sta maar klaar. Want we gaan duiken. Klaar. 1, 2, 3. Oeh, hoppa. En dan weer op de buik. En dan gaan we dan zwemmen. In de zee. En op onze rug ook. Op onze rug ook. Zo. En dan zien we ons eerste dier. En ons eerste dier is een dolfijn. Oh, wow. Een dolfijn, een prachtige dolfijn. Gaan we op handen en knieën staan. Handen en knieën. En dan breng je je ellebogen op de grond. Eén elleboog, de andere elleboog. En je neemt je handen, je verstrengelt je vingers. Handen bij elkaar. En dan druk je je tenen in de mat. En dan druk je je billen, die breng je naar boven. Oké, goed zo, Matteo, adem in. En uit. Dan komen we terug naar beneden. Nog een keertje naar boven. Adem in. En uit. Heel knap. Heel knap. Weet je, welk diertje hebben we nu gedaan? De dolfijn. De dolfijn, oké, goed. En we zien een volgende diertje. Ah, daar. Daar zie ik een... Een zeehond. Een zeehond. Oké, goed. En voor de zeehond mag je op je buik gaan liggen. Op je buik gaan liggen. Je voorhoofd is op de mat. En dan wandel je handen naar voren. Je voorhoofd komt een beetje van de mat. En dan breng je je ellebogen onder je schouders. En doordat je ellebogen onder je schouders zijn... Komt je bovenrug en je schouders die komen naar boven. En je benen liggen nog plat op de mat. Tenen nog plat op de mat. En dan mag je je
voeten een beetje uit elkaar doen. En je handen een beetje opzij. En dan doe je een zeehond. Heel knap. Mooie zeehond. Goed zo. En het volgende dier dat we zien, zie ik daar zwemmen. Matteo, zie je het? Ah, ja, daar. Oeh, het is een beetje een griezelig dier. Het is een haai. Een haai. Oh. De haai gaan wij samen doen. Mag je op je buik gaan liggen? Ga maar op je buik liggen. En dan buig je de benen, zodat de voetzolen naar het plafond kijken. En je tenen wijzen naar de muur achter je. En dan breng je je armen achter je. En je brengt je handen samen en je verstrengelt de vingers. En dan strek je de armen. En doordat je die strekt, ga je schouders naar achter komen. En dan breng je je schouders nog meer naar achter. En je brengt je hoofd van de grond. En dan ben je een haai. En de haai zwemt van rechts naar links. Die is op zoek naar een prooi om het te eten. Ik heb er een gevonden. Oh, verslinden. Oké. Goed zo, terug op onze hoofd, terug op de mat. Voeten terug op de mat. En dan gaan we nog één keer de haai doen. Klaar. Benen buigen, handen verstrengelen. En dan komen we naar boven. Rechts en links. Met het bovenlichaam. Oké, adem uit. En dan zijn we klaar met de haai. Zwemmen. Naar de bodem. Ja. Hand op de bodem zitten ook heel veel mooie dieren. En daar zien we een schelp. Een schelp. En voor de schelp gaan we eventjes tegenover elkaar zitten, Matteo. En dan zet je je benen wijd open. Als je iemand hebt over je, dan kan je de voeten tegen elkaar brengen. En anders kan je gewoon je benen open doen. En dan breng je je handen naar voren. En dan kruip je zo in je schelp. Als je het makkelijker vindt, mag je de benen strekken. Oké. Adem in. En uit. Nog een keertje, adem in. En uit. Laatste keer. Adem in. En uit. En dan kom je. Dan haal je je handen terug naar achter. En dan kom je heel traag uit je schelp. Je schelp. Ja, de schelp is een hele goede houding. Als je zo eventjes helemaal in jezelf wilt zijn. Eventjes weg van al de rest. Dan is deze houding heel fijn om tot rust te komen en alle andere dingen achter jou te laten. Oké, Matteo, dan zijn we al aangekomen tot het einde van de les, de ontspanning. Ja? En dat is een meditatie op de geluiden van de zee. Ik zal je hand op je knie leggen. En dan ga je liggen op je rug. Ga maar liggen op je rug. Leg je maar heerlijk comfortabel. En luister naar het geluid van de zee. Dan stel je eens voor hoe het zou zijn dat jouw lichaam de zee is. En dan leg je een hand op je buik. En dan mag je eens diep inademen. En blaas maar uit. Adem in. En uit. Dan blijf je zo ademen. En dan merk je dat je op een inademhaling dat je hand naar boven komt. En op een uitademhaling gaat jouw hand naar beneden. En stel je eens voor dat er op jouw buik op de zee een bootje vaart. En elke keer als jij inademt, dan gaat het bootje naar boven op een grote golf.
En als je uitademt, gaat het bootje terug naar beneden. Dan geleidt het van de golf. Ademt in. Het bootje gaat naar boven. En als je uitademt, gaat het bootje naar beneden. En dan kan je ook merken of jouw bootje snel of traag naar boven gaat. Want misschien is jouw adem heel snel vandaag. Of misschien juist heel traag. En dat maakt helemaal niks uit. We gaan gewoon kijken hoe jouw adem nu is. Want als je op je adem let, dan wordt niet enkel je lichaam rustig, maar ook je hoofd wordt rustig. En dan mag je je hand terug van je buik doen. En dan komen we terug in deze ruimte. We zijn geen zee meer. Beweeg voorzichtig met je tenen en je vingers. Beweeg je hoofd van links naar rechts. Rek je nog eens goed uit. En dan mag je recht komen zitten. Was dat lekker ontspannen, Matteo? Ja. Ik zag het, je hebt net een dutje gedaan. Ja. Zo lijkt het wel. Ja. Oké. Dit was de derde les van de Namaste Kids in samenwerking met Sporting A en het Huis van het Kind. Dank jullie wel om mee te doen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Tot de volgende keer. Namaste.